Nou, we hebben nu uh, allerlei uh, zaken die, die na 1 januari hier aan de orde kunnen komen. Hè, want we krijgen allerlei jeugdtaken erbij. Het gaat bijvoorbeeld over de langdurige zorg voor mensen die, die, uh, ja, die echt, echt hulp nodig hebben. Ja, dat onze mensen echt klaar zijn dat ze, dat ze goed kunnen helpen. En bent u al helemaal voorbereid voor die nieuwe taken? Nou ja, dat is het punt. We zijn echt met man en macht uh, bezig. Want u weet, die wetgeving is heel, laat, heel erg laat geweest. En wij hebben er nu voor gezorgd dat we in deze maand december, ja, zijn we eigenlijk dagelijks bezig om te zorgen dat we, dat we er echt klaar voor zijn. Dat de Amstelveeners zich niet ongerust hoeven te maken. En dat we op 1 januari ook echt open kunnen. En dat mensen op een goede manier geholpen worden. En is er een groot verschil met voor 1 januari en na 1 januari? Nou ja, ik vind dat mensen altijd goed geholpen moeten worden. Maar nu zijn er heel veel nieuwe taken bijgekomen. Ja, bijvoorbeeld voor de jeugdzorg. Dus als je een kind hebt wat, wat echt hulp nodig heeft, dat, dat moeten wij nu echt, echt gaan regelen. Ja, dan moet het ook gewoon gebeuren. Want je weet, het zijn vaak echt belangrijke uh, nou ja, zaken die, die spelen in het leven van mensen. En dan moet het ook goed gaan. Uh, dus dat is waar we mee bezig zijn. Wat houdt de training precies in? Mensen krijgen uh, de algemene informatie, wat er nu echt uh, verandert. Ze krijgen rollenspellen van als er een, een, ja, iemand komt en die heeft, die heeft een vraag van hoe ga je er dan mee om. En wat wij heel erg belang, uh, echt belangrijk vinden is klantvriendelijkheid. Dat is ook in de gemeenteraad aan de orde geweest. Zorg dat je uh, goed luistert naar mensen. Uh, goed kijkt wat er echt aan de hand is. Zodat je mensen op de, op de beste manier kan helpen. Wat vindt u van de kritiek dat veel mensen zeggen dat de gemeente het niet aankan? Nou ja, dat zullen we zien op 1 januari. Wij doen er echt alles aan om te zorgen dat het goed gaat. Dat doen we samen met onze mensen. Die gaan ervoor met hart en ziel. Dus ik hoop dat al die mensen die dat zeggen, dat ze echt ongelijk krijgen. Want onze mensen moeten gewoon de zorg krijgen om zoveel die ze nodig hebben.